Goedemorgen, ik ben net uit mijn bed en ik ben nu lekker een kopje thee aan het zetten en een ontbijtje aan het maken. Ik werk vandaag thuis, dus dat betekent dat ik lekker de vlogcamera erbij kan pakken. Hoogstwaarschijnlijk gaan we trouwens vanaf vandaag dagelijks vloggen, dus je zal ons veel vaker terugzien. En dat vinden wij echt super leuk. We merken gewoon dat we er heel veel voldoening uit halen. En ja, waarom dan niet, hè? We gaan het gewoon proberen. Oké, nu thee en een ontbijtje en dan ga ik aan de slag met schema's. We hebben weer veel nieuwe klanten en natuurlijk de bestaande klanten. Dus dat stapelt zich lekker op en ik vind het eigenlijk heerlijk om lekker een dagje schema's te maken op mijn kamertje. Met de keuken in huis, met lekker eten. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik heb trouwens gisteren te horen gekregen dat de locatie voor het evenement wat we aan het organiseren zijn doorgaat. Dus daar ben ik super blij mee. Vandaag ga ik aan de slag met de goodie bag. Ja, nog even wat andere dingetjes regelen qua tijden, hoe we het precies doen met de locatie. Ik heb er zoveel zin in. Ik vind het echt super leuk om jullie allemaal te ontmoeten. En Jordi ook. En ja, om eens gewoon in real life met elkaar te praten over dingen. Elkaar dingen te leren. We gaan ook een lesje geven over voeding. Hoe jij eigenlijk je doelen kan behalen met makkelijke actiestappen. Dus we hebben er echt heel veel zin in. Nu al. En het is nog 2,5 weken wachten. Maar goed, daar ga ik dus vandaag ook mee aan de slag. Zo, ik heb al flink wat van mijn lijstje kunnen afstrepen en het is nu tijd voor de schema's. Ik ben even de questionnaires, dus de vragenlijst aan doornemen van wat de mensen wel of niet willen. En ja, dan ga ik starten. Ik ga zo denk ik eerst even koffie maken. Hoe laat is het? 10:45, ja. Ik zit nu aan een siroopje, maar goed, koffie kan ik wel gebruiken. Een lunch maken. Ik ga acai of acaibol, zoiets wil noemen, maken met deze. Het is vegan proteïnepoeder, chocoladesmaak. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik ga het dus nu maken en ik maak ook gelijk even een voor Jordi, want die wil het ook wel proeven. Dit is het eindresultaat geworden. Ik vind het er super lekker uitzien. Het is wel een beetje gesmolten omdat ik net foto's heb gemaakt. Wat zit erin? 1 bevroren banaan, bevroren aardbeien en wat bevroren bosvruchten. Wat Griekse yoghurt en melk. 1 scoop van deze. 2 theelepels acai poeder en toppings erop. That's it. Ziet er echt heel lekker uit. Oké, ik ga snel lepels halen en dan lekker smullen. Ziet er goed uit, of niet? Dat wel. Het ruikt ook gewoon goed. Ja. Ik had het een beetje geproefd. Het is wel lekker, maar je moet wel even wennen aan die vegan structuur, vind ik. Wat is voor jou een vegan structuur dan? Proef maar even. Het is nu wel iets dunner, maar... Oh ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat is een beetje... Korrelig of zo. Een beetje zo in je keel. Ja. Dat smaakt prima hoor. Ja, een beetje chocoladeachtig. Ja, waar is de vegan protein van, weet je? Voedspring. Nee, maar wat voor soort soja? Of... Dat weet ik niet. Zal ik even kijken? Ja. Het staat allemaal in Duits. Erwten. Okay. Natuurlijk was die acai bowl van Estrella hartstikke lekker. Of acai bowl, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt.
Maar ik heb gewoon nog wat meer energie nodig, omdat ik zo meteen zwaar moet gaan deadliften. Ik zet het even hier neer. Ik heb het volgende bedacht. Ik ga tosti's maken. Nog gewoon 4 boterhammen. Van de week hebben we deze opgestuurd gekregen. Dit is de Eat Lean Protein Cheese. En deze bevat 3 gram vet per 100 gram en 36 gram eiwitten. Dat is, het klinkt als topkaas, maar we gaan even kijken hoe dat ook daadwerkelijk is op een tosti. Wat ik dan verder op de tosti ga doen, dat is kipfilet. Gewoon kipfilet plakken. En verder nog wat cream cheese om het wat lekker smeuriger te maken. Toch meer dat kaasgevoel een beetje meer naar boven te halen. Zal ik even de boterhammen laten zien? Ja, ik heb gewoon 4 simpele boterhammen. En die gaan we dan lekker toasten in dit tosti-ijzer-grillapparaat ding. Combinatie, ik weet niet precies hoe je het noemt. Maar het gaat in ieder geval lekker worden. En zo ziet ze er dan uit als ze belegd zijn. Ik heb nog wat sriracha saus erop gaan, wat hete saus. Ik zal het even wat beter in het licht houden. En dan gaat het nu even onder de grill. De tosti's zijn inmiddels klaar. Ik zit alweer achter mijn werkplekje. Laten we even kijken of de kaas goed is gesmolten trouwens. Nou, dat valt een beetje tegen. Maar goed, de smaak is lekker. Dat heb ik in ieder geval geproefd. Ik ga dit even lekker opwezelen. Zo koud. Ik heb dit volgens mij vorig jaar niet meegemaakt, deze kou. Nou, misschien 2 dagen in Barcelona, maar echt niet meer. En ik ben echt een koukleun. Ik hou er gewoon echt niet van. Geef mij maar de zon. Het liefst 30 graden of zo. Dan vermaak ik me beter. Ik heb nu ook alweer echt een super warme trui aan, want anders trek ik het gewoon niet. Maar ja, ik ben even de hond aan het uitlaten. En als ik zo thuis ben, ga ik weer verder met de schema's. Voor het event heb ik voor vandaag alles geregeld. Dus de schema's afmaken. Ik moet er nog 4 en dan... Ja, kijk even hoe laat het is en wat ik ga doen. Ik ga sowieso ook nog sporten vandaag, maar ik denk vanavond pas. Oh, Job, niet doen! Sport. Zit je wel op te filmen? Wat? Zit je wel op te filmen? Ja, heel de tijd. Met het oordopje. Nou, dag hè? Dag, treintje. Zoals je zag is het 4:10. Wow, het is echt wel super donker. Ik ben nog steeds aan het werk en ik ga nu even een snackje maken, want ik heb alweer trek gekregen naar die acai-bol van vanmiddag. Ook niet zo heel gek, want zoveel zit daar niet in natuurlijk. Ik ga crackertjes maken, denk ik. Het is inmiddels 5:45 en we gaan lekker eten. We hebben vanavond mac and cheese met lop uit de oven met kaas, een tomatensoepje en een salade. De mac and cheese is gemaakt met kaas die we hebben gekregen van de week. Ik zal hem even laten zien. Het is kaas met heel weinig vetten en veel eiwitten. Deze. Gewoon te koop bij Albert Heijn, dus ideaal. Ik zal even laten zien hoe het eten eruit ziet. Salade, wat zit in de salade, man? Bonen, kool, sla? Ja. En? Spinaz. En? Chilibonen. Ja. Kool. Wat is het? Wat is het voor sausje? De chilibonen. Oh, dat is van de chilibonen. Oké, hier de lof uit de oven met kaas.
mac and cheese met hamreepjes, toch? En een tomatensoepje. En nog meer lof. Eet smakelijk. Heb je lekker gegeten? Het was echt verrukkelijk. Je bord is op, dus... Ja, nou, er is nog heel veel over. Ja, dat is voor morgen. Maar dit is mijn lunch. Dus ja. Afblijven is het wel. Nou, lekker. Wat ga je morgen doen dan? Oh, we gaan naar de pluktuin. Morgen weer over de pluktuin. Zo, ik ben terug van trainen. Ik heb mijn upper body getraind. En ik neem nu lekker een shake. Dat is deze. Van Hummus Best Cookies en Cream Smaak. Heel lekker. Ook met water trouwens. En daarbij, want dat is nog niet alles, heb ik appeltaart met slagroom. Deze heeft mijn moeder gisteren gemaakt en dit is nog over. Dus vandaag weer een stukje. Wat een feest. Zo, ik lig lekker in bed. Het is inmiddels 10:30 en ik heb net lekker Expeditie Robinson, zou ik mezelf even nadenken. Expeditie Robinson gekeken met een yoghurtje met peer, granola en kaneel, zoals je hebt kunnen zien. Daarna ben ik gaan douchen en heb ik mijn lunch voor morgen voorbereid. Want morgen gaan we met school op excursie naar de fruittuinen van Philips, volgens mij. En nog iets daar in de buurt. Dus we moeten weer naar het zuiden van het land. Dus vroeg op, 7:00 gaat de wekker, iets eerder nog. En 8:00 pakken we de trein. Ja, dat was het voor vandaag. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie snel weer in de volgende video. Slaap lekker!